Wij gaan private shoppen. Oh, dat is al wel vuil. Niemand in het winkelcentrum. Nee, dat is niet voor pizza's te bakken. Heel veel paddenstoelen in het gras. Ruiken. Kijk eerst maar naar mijn mooie sokken. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is een lekkere zondag. Er is niks te doen. Ik heb vanochtend gewerkt en eigenlijk vraagt iedereen wat ga je doen vandaag. Iedereen ging een beetje naar het bos of wat dan ook. En wij gaan private shoppen. Ja, klinkt heel stoer. Lang zal ze leven in de gloria, zegt Junior de hele tijd. Die wil graag zingen. Maar wij bij de winkel waar wij eigenlijk altijd komen, die hebben zo'n private shop. En dat gaan we vanmiddag doen, want er zijn er heel veel die de kleren niet meer passen. Ja, kijk eens, kan jij staan naar een jurkje? Die kan naar een man niet. Is dat een jurk, is een trui? Nee, dat is een jurk. Oh, dat was een jurk. Een man. Oh, ja, nou gaat het wel. Ze heeft zelf uitgekozen of ze hem daar eigenlijk niet doen. Hé, man lief. Ja, dat is ook iets te klein. Dus is nog van vorig jaar of zo, en ja. Was nu al meer. Ja, door alle maatregelen zijn wij gewoon nog geen boodschappen of geen kleren geweest te kopen. En dat moet toch een keer gebeuren. En mama kan dat ook wel online doen. Maar omdat wij zelf ook een winkel hebben, doen we dat toch bij de winkels die ook bij ons komen. Want deze winkel die heeft weer, als je daar gaat winkelen, krijg je een bolletje voor een ijsstalen bij ons. Dat soort dingetjes. Dat doen we met deze winkel, ja. Dus daar hebben wij samenwerking mee. Dus dan gaan wij daar ook weer natuurlijk onze kleren kopen. Jullie kleren. Want ja, voor mij is dat te klein, hoor, wat ze allemaal aan haar hebben. Mm-hmm. Maar daar kopen we ook wel echt heel vaak. Ja, daar kopen we ook heel vaak, ja. Ik ga liever naar één winkel waarvan ze weten wat we mooi vinden en wat onze smaak is. Dan dat je allemaal naar het schilderen. We hebben daar om 1 uur de afspraak en het is nu kwart voor 1. Dus we gaan nu rijden. Maar wij staan al eventjes te wachten en Sofie komt er ook aan. Dus we zijn compleet. Ja. Wij zouden voor de IJsselon en Roosdaal nog wel meenemen, maar alles was er niet meer. Dus we hebben niks voor de IJsselon bij, want niet alles was er in Auenbos. Dus morgenochtend moeten we vroeg hierheen. Mijn voorklep is niet dicht, zegt hij. Is niet goed dicht? Ja, voor mij de voer wel. Maar... Ja, daar heb jij jouw kabeltje in gegooid. Ja. Ja. En hij deed niet terugremmen. Dat is omdat als het koud is, doet hij dat niet. Oh, en hij is al wel vuil. Dan moet je hem even open doen. Even de voordeur open, voorklep open doen. Eén keer indrukken. Ja. En dan doe je hem even opnieuw dicht. Ja, dan moet je zo open doen. Als ja. En dan even dicht doen. Leg maar je vingers in, jongens, want ik heb hem dicht. Meisjes. Er zitten ook bladeren tussen. Nou is hij dicht al. Ja, dat dacht ik net ook. Oh, nou. Nee, net even hard. Ja. Kom, we gaan naar de winkel. We zijn in Roosendaal bij de winkels. Hier loopt er eentje mank. Ja, dit is van die hoeven hier, daar is de kaaswinkel. Kijk, dit is kaas. Ja, okay. Hallo Junior. Niemand in het winkelcentrum. Ja. Zo, we zijn er al flink aan het zoeken. Ah, die mijn tennisracketje. Een tennisracketje? Ja, die aan de pizza bakken. Nee, dat is niet voor pizza's te bakken. Nee, ballen. Dat is een tennisracket. Dat is voor tennisballen. Ja. Het is geen hockeystick, hè? Ja, die aan de pizza bakken. Junior, kijk. Wij gaan zo even openen voor... Ja, dat gaan we doen. Snoepjes, maar lief ziet al snoepjes. Ik vond het heel een beetje om gezellig te maken. Kijk. Inderdaad. Dus er staan lekker drinken voor jullie. Zo. En lekker wat snoepjes erbij. En de deur is gewoon dicht van de winkel. Als het private shop is, dan moeten we het ook een beetje gezellig houden. Zullen we het eerst even openen dan? Ja. Ja? Ja, dan moeten we even de open camera hebben. Beter is het als auto. Ja hoor. Dat was
afsluiting. Ja. Nou, de bonusvideo die zie je natuurlijk op de zondagochtend. Dus de andere kamer gaat nu. We zijn lekker aan een ijsje. Maar ons eigen ijssalon. En wij likken. Ja, jij lekker likken. Hij krijgt normaal een horentje. Mag ik de muur laten zien? Nee. Ja, normaal heb je een horentje. Nu heb je een bakje. En dat is een beetje onhandig. Ik zit maar anders. Oh ja, want hij doet altijd likken en nu gaat hij... Ja, dan gaat hij het bakje likken, kijk. Ja, mooi, hij snapt het. Junior, je moet er eigenlijk met jouw lepeltje doen. Deze moet je zo... Moet papa jou even helpen, Junior? Nee. Oké, dan niet. En binnen hebben we nu een muur waar je dus je eigen dingen op de muur kan schrijven. En die ga ik eventjes laten zien. Tom. Junior wordt net wakker. Junior, waar zijn wij? Binnen? Nee, op de camping. Ja, zit Jacob eigenlijk. Op de camping zijn we toch? Ja. Ga maar eens kijken. Het zijn allemaal paddenstoeltjes. Heel veel paddenstoeltjes in het. Heel veel paddenstoeltjes. Hoi. Hi. Er staan heel veel paddenstoeltjes in het gras. Die zijn toch giftig? Ja, dat zijn wel giftige. Ja. Heel veel paddenstoelen. Paddenstoelen? Ja, daar vooral. In het gras. Heel veel bruine paddenstoelen. Nee, misschien vinden we ook wel rood met witte stippen. Waar? Nee, daar vooral, die kant op. Het begin van het gras. Zijn daar rood met witte stippen? Nee, bruine. In het gras. Hier ook, kijk, hier ook. Daar zo. Waar? Daar. Zie je? Ja. Heel veel paddenstoelen in het gras. Mega, mega veel. Moet je eens kijken. Zou ik pakken? Nee. Hier, die rand. Oh ja, kleine paddenstoeltjes. Ja, heel het gras zit vol, hoor. Zie je? Ja. Zijn shiitake. Ja, dat hebben we het nooit gehad, zo. Het staat helemaal vol. Tuintje van onze... Ik wil Linda heel graag zien. Caravan. En kijk eens, wat een mooie paddenstoelen. Hier deze. Hele, ja, en hier komt de allermooiste. Gaaf, hè? Mooi, hè, de natuur, hè? Ja, maar zijn deze paddenstoelen het giftigst? Zal ik erop gaan zitten? Nee, tuurlijk niet. Ja, daar staat er ook nog eentje daar tussen de bomen. Oh, hier staat een hele mooie grote. Ik weet niet of die giftig zijn. We blijven er gewoon van af. Nee, die zijn giftig. Mooi, hè? Je laat dat gewoon mooi groeien. Ik heb een die rode met. Ja, die is echt. Ja, dat is mooi, hè? Dat is het mooie in het bos, maar hè? We moeten een foto maken, want Linda wil ze zien. Mama, ja, mama heeft al een foto. Hier is hij tegelijk. Ja, hij heeft een kindje, die paddenstoel. Ja, hij heeft een kindje. Wel, we komen er ook veel meer tegen, let maar op. We willen in de grote speeltuin, maar het is op slot. Maar we zien hier wel wat anders. Wat staat daar, Floor? Mijn fiets. Jouw fiets. Hoe lang staat jouw fiets daar al? Heel lang. Waarom staat jouw fiets daar? Augustus, hè? Dus jij mag het campinghuisje fietsen met jouw fiets. Jullie waren hier al. Jij mag. Dus al, ik weet al wel wie dat gaat doen. Dat is toch mijn fiets geweest? Floor mag naar huis gaan fietsen. Ik weet al wie dat gaat doen. Floor! Er zit een hockey ding aan. Een hockeyklem. Nou, ik neem dat fietsje zo voor mij. Nou, we kunnen niet de speeltuin in. De grote speeltuin. Jawel. Nou, het kan mijn hek open doen. Nee, er zit het slot op. Nee, dat is allemaal dicht nu. In het campinghuis. Nee, niet in het campinghuis, in het bos. Oh. Zo gaat dat bij ons nagels knippen. Dan doen ze dat knippen. En dan leggen ze dat zo op de stoel. Hier. Ja, ik kan het zo meteen op. Dat wel. Doen ze ook niet allemaal. Sofie is nu even de afwas aan het doen. Dat kan ze zo goed, hè? Spaanse chips. Ja, dat is jammer. Toen wij op vakantie waren in Spanje, had ik mijn nagels geknipt. Ik had maar hele kleine nageltjes.
Dus mijn twee grootste nageltjes, die had ik in mijn handen. En toen zei ik tegen Guusje, Guusje, lust je Spaanse chips? Maar helaas werd ze werk verraaien door Ander. En lukte het, had ze het net in de gaten. Was Nauta? Ja. Nou, zei, het zijn papa's nagels, want ze had bijna in de mond gestopt. Was daar vies aan? Ja. Is gewoon een schone nagel. Is toch helemaal niet vies? Schoon. Ja! Ik doe, mijn voeten zijn toch schoon? Is het toch schoon die nagel? Is toch niks vies aan? Het is gewoon, je hebt toch gewoon schone mooie voeten? Waar moet papa jouw nagels op te eten? Nee, ik hoef jouw nagels niet op te eten, maar er is echt helemaal niks heel vies aan. Gewoon. Papa, wil je Nederlandse chips? Want die stinken ze altijd. Mijn voeten ruiken altijd lekker. Nee. Wel. Nee. Hier, kijk. Zo hier. Doe ik mijn schoen uit? Nee! Die ruiken! Kijk eens maar naar mijn mooie sokken. Ja. Een donut en een kebakje en een bakkertje. En een croissant daar. Godverdamme. Doe eens ruiken! Nee! Ja, ruik maar! Jij gaat ze op mijn neus duwen. Nee, ik doe echt niet op je neus. Ruik maar! Voorzichtig! Ik doe echt niet. Krijg je van mij 50 euro als ik het in je neus doe. Nee, dan moet ik gewoon even pakken in mijn neus doen. Ja, dat zou ik dan doen, ja. Maar ruik maar! Nee, echt niet. Nee, ik heb mijn voeten ruiken altijd heel lekker. Nee. Sophie, ruik jij eens? Nee. Ik douw niet in je neus, krijg je van mij 50 euro als ik dat doe. Ja, dat is één. Dat is één. Chips. Wij gaan onze dag afsluiten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze mooie knipvlog van vandaag. Nee, morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken, want dat vinden wij heel leuk als je abonneert. Houdoe. En dat wil dat in die roller. Dus... jij daarvoor bent uit. Zal ik iedereen gaan roepen? Ja. Het Sinterklaasjournaal is voorbij. Welke wilde je nou het allerliefste? Was dat die? Ja.